veel negatieve dingen. Heb je emoties gezien ook? Nee, dat niet. Ze werd vaak gezegd van ja, gesloten dame. Maar ja, ze toch vertelde zich alles. Ja, oké. Was het moeilijk om soms dingen bloot te leggen die je eigenlijk niet bloot wilt leggen? Ik bedoel, je doet het uiteindelijk wel, maar ik kan me voorstellen dat je ook tegen dingen aanhikte. Daarom de eerste gesprekken, dat was eigenlijk... Gesloten dame, maar ja, ze toch vertelde zich alles. Ja, oké. Was het moeilijk om soms dingen bloot te leggen die je eigenlijk niet bloot wilt leggen? Ik bedoel, je doet het uiteindelijk wel, maar ik kan me voorstellen dat je ook tegen dingen aanhikte. Daarom de eerste gesprekken, dat was eigenlijk de turn bij de opvoeding. Dat maar vertrouwde je hem wel? Ja, dat eigenlijk wel meteen. Dat ging gelijk goed. Ja. Ik denk dat als die band er weer, dan komt er nooit een goed. Nee, ook omdat je in het boek zegt, want ik heb het al gelezen, de meeste mensen al, het is moeilijk om het vertrouwen van iemand te winnen. Maar ik weet niet hoe dit gedaan heeft, maar het deed gelijk goed. En het is een heel mooi boek geworden, maar zoals je zegt, sommige onderwerpen waren wat lastig. Dus ik heb sommige onderwerpen ook helemaal uitgesteld bij het laatste gesprek, dat ik zei van, het is nog wel iets wat ik moet toevoegen. Ja. Ik denk, ja, het wat hoort zoal? Er wel bij. Wat? De laatste dingen waren met het scenario. Ja, nou, ik vond het wel heftig om te horen dat Vrona een zelfmoord heeft gedacht. En dat is echt heel diep gevallen. Dat lees je natuurlijk ook in het boek. Ja. Maar dat had ik niet gedacht. Ik wist wel dat ze het moeilijk had. Maar zo moeilijk, dat was vooral wel voor mij